Willy Knuijman, oud-koning 1971. Kevin Knuijman, oud-koning 2009 en 2015. En dit is de nieuwe troef van de familie Knuijman. De 12-jarige kleinzoon Mees. Hij doet dit jaar voor de eerste keer mee. Ik denk dat ik al bijna sinds mijn geboorte dat ik wel bij de metters kom. Mooi op de billen zitten, schouders naar achter. Om de familie eer hoog te houden, wordt er elke week door opa Willy en kleinzoon Mees getraind. Naar voren kijken, doorrijden. Ja, ik heb hem gewonnen in 1971. Mijn broer heeft hem gewonnen in 1974-76. Mijn zoon Kevin in 2009-2015. Ja, we zijn apetrots in de familie dat onze kleinzoon Mees met 12 jaar aan de metters mag deelnemen, zeg maar. De eeuwenoude traditie op carnavalsmaandag is wat elke jongen in Boksmeer en Fortemullen bezighoudt. Eigenlijk vanaf jongs af aan droom je daarover. Hoe zou het zijn als ik ooit de metters zou mogen winnen? Ja, en als je dan eenmaal wint, dan is dat een geweldige ervaring om mee te maken. Het is toch wel heel speciaal als je weet dat bijna 280 jaar terug mannen hetzelfde meemaakten als jij meemaakt. Alleen is het natuurlijk in de loop van de jaren is het wel allemaal wat veranderd en wat groter geworden. Zo ja, nou houden we maar tegen. Met al twee koningen in de familie ligt er extra druk op de nog smalle schouders van Mees. Oh ja, goed zo. Ik lig er niet wakker van. Ja, ik zou zeggen, ik droom er wel goed van. Want ja, ik droom niet zo ver alleen maar dat ik de match win. En dat brengt me wel een fijn gevoel.